100% Haags. Jouw stadsradio. Hoe is de naam van de band eigenlijk ontstaan, mannen? Want The Hague Idiots, ja, de naam Den Haag zit erin, dan vind ik het al leuk. Maar het klinkt heel leuk. Waar komt het vandaan? Toen we begonnen, toen speelden we eigenlijk alleen nog maar American Idiot. Omdat ik gek ben van Green Day. Ja? En we dachten, ja, dat is wel een leuke bandnaam. En aangezien Dylan, hoe zeg je dat, niet helemaal 100 is, dachten we, ja, The Hague Idiots, waarom niet? En, ja. hij geeft je niet meteen een beuk voor je hoofd. Dus het is, niet, gewoon... niet op radio, hè? Nee. Nee. Straks dan is hij de klos. Ja. Maar het is mannenhumor, hè? Dat doen we altijd. Kom je binnen, heel lelijk. Ja, zo werkt dat nou eenmaal. Vrouwen begrijpen daar niks van, nee. Dit soort humor. Nee. Maar oké, dus Idiots en door Green Day. Ik vind het een goede naam. Hoe lang spelen jullie al samen met z'n vieren? Nu precies 2 jaar. Ja. Ja? Jeetje, jullie zijn vroeg begonnen. Als band, hoe kan dat dan? They're ready to play. Wat is dat? Dat is een organisatie die beginnende bandjes laat optreden in Den Haag. Maar ja, dan moet je dus al begonnen zijn als bandje. Want jullie zijn, neem ik aan, geen schoolband, want dat is al daarvoor begonnen. Ja, nee, bij Ready to Play, dan krijg je bandcoaching. Ja. En daar zijn we, Anthony en Jens, die speelden al af en toe samen, want die kenden elkaar al. Ja. En toen zijn Casper en ik bij Ready to Play aangemeld. En toen zijn we door Ready to Play bij Anthony en Jens gestopt. En zo zijn we nooit meer... En boom, je hebt een band. Ja. En waar moet het heen in de toekomst, jongens? Het buitenland, Nederland veroveren, direct-achtige taferelen. Wat willen jullie? Wereldtournee. Kijk, dat zijn de plannen. Schools Out kwam precies ook uit toen de vakantie begon zo'n beetje. En wij hebben hem hier op Den Haag regelmatig gedraaid. En inmiddels is hij dan echt ook als singeltje uit. Daar zullen jullie onwijs trots op zijn, denk ik. Ja, inderdaad. Maar ja, wat nu? School is weer begonnen. Ja. Nieuwe song. Nieuwe nummers zijn we aan het schrijven. Ja. Ja. School sucks, of zo. Ja. School's in. Ja, het is natuurlijk ook wel weer leuk om op school te zitten. Is dat trouwens een schoolband? Of zitten jullie überhaupt op dezelfde school? Nee. Allemaal op een andere. Oh ja, ja, dan kan je ook geen schoolband zijn samen. Oké, nou, we hebben dus iets minder instrumenten dan normaal gesproken. Want de drums is een shaker geworden. Nou ja, de elektrische bas is de elektrische bas. Want als we daar geen speaker aan hangen, ook, dan hoor je niks. Die staat er. Zang is natuurlijk altijd zang. Maar de elektrische gitaar is gewoon een akoestische. Maar we hebben net even een sneak preview gehad. Een klein beetje via de gang geluisterd. Het klinkt weer geweldig. Gaan jullie Schools Out voor ons doen? Ja. Fantastisch. Ik ben heel benieuwd. Ik zet alles daarvoor aan. En ik ga mijn best doen om het zo mooi mogelijk te laten klinken. Want ik moet alle schuiven openzetten hier. Mannen, ga je gang. 1, 2, 3, 4. Hanging with my friends around, just chilling till the sun goes down. The girls, they sing so loud, we're just having a good time tonight. And if I think about the days to come, school's out for summer. Having a good time is all that we do. School's out for summer. Having a good time is all that we do. Surfing on the waves all day. The sun is hot, we laugh and lay. Billy B says shorts so wet, laughing till all just look so bad. I play my guitar all day. I wish it could stay this way. School's out for summer. Having a good time is all that we do. School's out for summer. Having a good time is all that we do. Will I see you again next year? Why didn't I tell you I will miss you? If I even crossed your mind,
Geweldig, jongens. Ja, ik ben er trots op dat ze hier staan te spelen in het Haags kwartiertje. En een heleboel hebben moeten thuis laten. En dan toch, het zou best een uitdaging geweest zijn voor jullie, jongens. Om het dan, zeg maar, met minder instrumenten net zo te laten klinken, of niet? Ja. Ja. Veel gerepeteerd hiervoor? Ja. En hoe bevalt het om akoestische muziek te maken? Ja, ik vind het gaaf. Ja? We doen het ook altijd als we, zeg maar, we hebben een nieuw nummer. En dan gaan we het eerst even akoestisch doen voordat we het echt hard gaan spelen. Precies, je moet eerst even voelen of de melodie klopt, of het je pakt. En, wie heeft dit nou geschreven? Waar komt dit vandaan? Hallo. Hallo, Anthony heeft hem geschreven. Ja. Muzikale knul ben jij, maar dat zijn jullie allemaal natuurlijk. Maar Dankjewel. Je bent de een na jongste van dit gezelschap, hè? Ja, dat klopt. Maar hoe lang schrijf jij al muziek? Hoe lang schrijf ik al muziek? Nou, niet zo lang eigenlijk. Niet eens een jaar eigenlijk. Maar je hebt waarschijnlijk een muzikale familie of zo. Ja, en je ziet eruit alsof je iets Indisch in je achtergrond hebt. En dat zijn altijd muzikale jongens. Dat zien we nu geloof ik al 50 jaar lang in de popmuziek. Ja. Dus daar heb je geluk aan. Maar ja, je hebt ook geluk dat je deze drie jongens bij je hebt. Want u bent alleen maar samen een band natuurlijk. Maar wat ik net al zei, hè, School's Out, tuurlijk. Maar what's next? Wat gaan jullie nu dan als volgende track uitbrengen? Voorlopig laten we eerst maar eens kijken of iedereen School's Out gaat draaien. Fuck it, school is begonnen, maar laten we toch maar gewoon die eerst doen. Maar wat wordt dan de opvolger? Misschien Weekend. Weekend? Ja. Oh ja, daar kan je ook naar uitkijken natuurlijk. En dat is waarschijnlijk wat jullie zo dan nog live gaan spelen. Ja. Zijn er nog momenten waarop we jullie live kunnen zien spelen met de hele Santekraam erbij, alle instrumenten? Ons eerste volgende optreden is Uitfestival, Haags Uitfestival. Jeetje, daar staan jullie. Ja, inderdaad. Cool. En wat hebben we nog meer? Ja, we staan ook nog in de boerderij. Ja. November is dat. In november. Nog even Zoetermeer, even dat is het paard van Zoetermeer, zeg maar. En wat hebben we nog meer? 19 september in het Paardcafé. Ja, inderdaad. Ja. En we hebben ze te veel om op te noemen. Verdienen jullie er al geld mee of zo toevallig? Of nog niet? Dat nog niet. Ja, we hebben alles gespaard om de studio in te gaan. En daarom hebben we School's Out opgenomen. Nou, ik ben echt trots op jullie. Dan stel ik voor dat jullie gewoon ons nog eventjes wegblazen met een ander nummer. En dat is dus Weekend waarschijnlijk, hè? Ja. Ja. Heet die kortweg Weekend of heb ik een stukje weggelaten? Weekend. Oké. Daar gaan ze weer. The Hake Idiots live in onze studio van Den Haag FM. Take away your best friends, be around. Cheer up from your mid-life week dip.
record for the weekend. You're rushing to the school all week. It's so hard to get out of bed. Teacher's mouth moves, you don't hear it speak. Airphones still sticking in your head. Take your money, take your Facebook, take away your buddies, we'll be around. To rock from your midlife, we did. It's Thursday, the only one to go. The heck, idiots are in town. Friday, we go wild. Friday, we go crazy. Do my app out loud, give it to the crowd. And they're ready for the weekend. Put it in a shout, let's scream it out. Jam with my best friends, I saved all my legs for you. The world is out for the answer. So let's rock it for the weekend. Ik kan niet meer wachten tot er meer materiaal van deze gasten uitkomt. Een album, maar ja, hè, laten we het rustig aan doen. Dit is in ieder geval het tweede nummer wat ik van jullie hoorde, jongens. Is er al meer materiaal wat jullie geschreven hebben zelfs? We hebben er al 7 nu. Hè? En we zijn nog steeds bezig, dus... Nou, een album, ja, 7 kan je al een EP uitbrengen. Of 7, vroeger was dat eigenlijk best wel eens normaal. Maar ik denk je een stuk of 10 moet hebben, hè? Ja. Ja. Komt wel goed, hoor. Ja, en dus weer sparen om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Ja, ja, inderdaad. Nou, ik had vandaag een fotograaf te gast. Die heeft met crowdfunding een boek uitgebracht. Ik weet niet of jullie weten wat dat is, crowdfunding. Niet. Dan ga je iedereen om je heen vragen. Ik wil een boek uitbrengen. Wil je er alvast 1 of 3 of 10 bij me kopen? Dus die betalen je alvast voordat het überhaupt klaar is. En als je dan genoeg geld hebt, dan kan je het album of het boek gaan maken. Crowdfunding. Moet je maar eens onderzoeken. Want volgens mij zijn er een heleboel mensen die in jullie geloven. Ik koop meteen een album als jullie hem gaan maken en eerst geld nodig hebben. En ze zou het misschien wel vaker zijn. Jens die zal denk ik het meest gebaald hebben dat hij niet al zijn instrumenten heeft kunnen meenemen. Je moet even iets dichter bij de microfoon kruipen, Jens. Want jij hebt natuurlijk normaal drums bij je. En volgens mij is drummen het zwaarste werk van de gasten die in een band zitten. En je had het nu simpel met je shaker, hè? Ja. Ja. Maar je vond het niet erg natuurlijk. Maar hoeveel spullen heb je bij je? Hoe groot is jouw drumset wat je meesleept? Op dit moment heb ik geen drumset bij me, maar nu heb ik alleen mijn kleine vriend de shaker. Ja, dus precies. Maar als je normaal gesproken speelt, dan heb je waarschijnlijk wel... Normaal heb ik gewoon een drumstel met 3 backends en ja, opstelling zonder de tweede tom. En ja, zo, want zo heb ik het graag. Dus. Ja, precies. Ja. En ben je een links- of rechtshandige drummer? Een rechtshandige. Oké. Het is net of ik er verstand van heb, hè, met in de gaten. Nou, en Casper op de bas, die hebben natuurlijk ook niet zoveel horen praten. En dat komt ook omdat we hier met een hoop microfoons hebben moeten rommelen. Beetje naar je zin gehad, Casper? Ja, ik vond het wel leuk. Ja, is leuk om live te spelen. Is extra spannend waarschijnlijk. Ja, maar het valt eigenlijk wel mee. Oh, nou, gelukkig. Valt wel mee. Hey Dylan, en jouw stem, ja, we hadden het over Green Day, zijn favoriete bandje. Ja, klinkt als Green Day. Dus ga lekker door zo. Ja. Ik was er trots op dat jullie hier waren, jongens. En ik hoop dat jullie gewoon lekker doorgaan. Als er weer een nieuwe single uitkomt of zo, kom gerust weer een keer langs. Goed?
Ja, tuurlijk. Oké, okay. Tot kijk. Doei. Doei. 100% Haag. Jouw stadsradio. Den Haag.